De Arthurliteratuur in het Nederlands heeft zijn wortels in het Graafschap Vlaanderen, de meest noordelijke provincie van het Franse Koninkrijk en een bruisend literair en cultureel centrum. Er circuleerden zowel Franse als Nederlandstalige romans, en eeuwenlang werden er vele, soms prachtige handschriften vervaardigd. De meest invloedrijke roman die we met Vlaanderen kunnen verbinden is Chrétien de Troyes' onvoltooide roman de Perceval, of de Conte du Graal, die in de 12e eeuw geschreven is voor de Franstalige Vlaamse graaf Philips van de Elzas. Ook de vier Franse vervolgverhalen op de roman kunnen verbonden worden met het graafelijk hof. We kennen bovendien een Nederlandstalige roman uit Vlaanderen die beschouwd kan worden als een vijfde vervolg, namelijk de Roman van Moriaan. Met de zwarte jonge held Moriaan als zoon van Perceval, die net als zijn vader aanvankelijk een tikkeltje wild en onaangepast is, maar toch integreert in de arterwereld. Dergelijke ridderromans in het Middel-Nederlands werden waarschijnlijk zowel door de lagere adel. Als door de rijkere burgerij gesmaakt. De Comte du Graal handelt niet alleen over Perceval, maar vertelt de belevenissen van twee helden. Nu eens volgt het verhaal Perceval. Dan weer staat Arthur's Hoofse neef Gauvin of in het middel-Nederlands Walenwijn, in het centrum van de aandacht. De twee verhaallijnen zijn hecht met elkaar verbonden en vertonen parallellen die uitnodigen tot vergelijken. Er zijn interessante verschillen. Walenwijn is bij Chrétien de ironisch beschreven vertegenwoordiger van de op roem beluste Arthuriaanse ridder. Hij is een groot liefhebber van vrouwelijk schoon, die verstrikt raakt in zijn eigen avonturen. Het wereldlijke ridderideaal dat hij vertegenwoordigt, moet het afleggen tegen het mystieke ideaal dat Perseval belichaamt. Veel latere auteurs hadden moeite met het raadselachtige religieus getinte karakter van Chrétian's laatste roman, en verheerlijkten in hun romans juist de wereldlijke liefde en de meer traditionele vormen van Arthuriaans ridderschap. Een van die schrijvers is de Franse auteur Guillaume Leclerc. Hij schreef rond 1200 de Roman van Fergus, die zich voor een groot deel in Schotland afspeelt. De Fergus is een briljante arthurroman die zowel structureel als thematisch teruggrijpt op Chrétien's verhaal over Perceval, maar wel met onversneden humor en tegengeluid. En kritische reactie geeft op het verhaal van de meester. Fergus, de titelheld, heeft veel gemeen met Perceval. Maar hij overtreft hem op vele fronten en maakt een heel andere carrière dan de graalheld. Hij moet in zijn tweeledige avonturentocht ridderschap en liefde zien te verenigen. Een thema dat Chrétien in zijn allereerste roman, Irec et Enide. Op vergelijkbare manier uitwerkte. Binnen de Middelnederlandse arthurtraditie kennen we vertalingen van Oud-Franse romans, bewerkingen en oorspronkelijke Middelnederlandse teksten, zoals de Moriaan en de Roman van Walenwijn. Vertalingen zijn echter nooit slaafs. De auteurs kiezen bijvoorbeeld vrijwel altijd voor paarsgewijs rijmende verzen ook wanneer de Franse originele in proza geschreven zijn. De middel-Nederlandse vertaling van de Vergus is de Verguut, alias de Ridder met het witte schild. De Verguut is een interessant geval. Het eerste deel sluit vrij nauw aan bij het Frans en kunnen we typeren als vertaling, hoewel de auteur duidelijk een persoonlijke stijl en een eigen humoristisch talent heeft. Het tweede deel, echter, bevat een behoorlijk vrije bewerking van het Frans. Verguet is een sympathieke held die ook een modern publiek kan aanspreken. Hij wordt door de verteller op een plastische en humoristische wijze neergezet. Hij is de onaangepaste zoon van een dorper een onhoofse boer die zich uiteindelijk al blunderend en met vallen en opstaan ontwikkelt tot hoofse Arthur ridder. Zo onthooft hij meedogenloos een stel boeven, waarna hij hun hoofden aan zijn zadel hangt en met paard, hoofden en al, zo de grote zaal van koning Arthur inrijdt. Toch wordt deze boerse, maar Uiterst knappe jonge man tot ridder geslagen, en vertrekt hij op Kweeste om de Zwarte Ridder, een van Arthurs vijanden, te verslaan. Een belangrijke episode is de ontmoeting tussen Vergut en de beeldschone jonkvrouw Galliëne, die hij afwijst omdat hij haar hoofdse liefdestaal niet begrijpt en alleen maar bezig is met zijn ridderlijke opdracht. Deze passage is kenmerkend voor de humoristische verteltrand van de verguut... en daarom is het goed om er een stukje van te laten horen. Nadat ze de hele nacht heeft liggen woelen, komt Galiena naar het bed van verguut... en vertelt ze dat hij haar hart gestolen heeft. Ze tastte met haar hand over zijn borst. Geeft Mimien herten, zo doe die wel. Verguut reageert heftig, vol onbegrip... Pakt Galienen vast alsof ze een tegenstander is die gevangen genomen moet worden, en zegt, vergoed sprak: houd u uw spel, jonkvrouwen? Inzag uw herten niet. Sine kwam hier niet. Inzegt zegt B.D. Had ik ze, ik en gaven ze u niet, ik en zag ze niet, jonkvrouwen, vliet. Vervolgens geeft Verguet aan dat hij wel iets beters te doen heeft. Hij moet namelijk die zwarte ridder nog verslaan. Bij terugkomst echter blijkt Galliëne uit schaamte weggevlucht. En dan raakt hij op zijn beurt volledig in de ban van de minnen. Een crisis volgt. Vergut raakt zijn verstand kwijt. Maar hij komt er uiteindelijk bovenop in een herstelkweesten waarin hij zich in dienst stelt van anderen. Een dwerg geeft hem de opdracht het Witte Schild te zoeken, symbool van onoverwinnelijkheid, mildheid, vreugde en hoofdsheid. Met dit schild krijgt vergut een nieuwe identiteit als ridder met het Witte Schild en wordt hij een echte hoofse held. Ten slotte weet Hij ook Gallienus hand te winnen en koning te worden van haar grote Rijk. Het witte schild is een veel aardser en bereikbaarder object dan Chrétiens mysterieuze graal waarnaar Perceval op zoek gaat. Het 14e eeuwse handschrift van de Verguet beeldt dit schild af. De tekst van de roman begint met een gehistorieerde initiaal, een hoofdletter met een voorstelling erin. In de initiaal D... Staat verguid met zijn schild dat zijn liefde en ridderschap symboliseert. Meer dan in Chrétijans Perceval gaat het hier om een wereldlijk ideaal. diezelfde nadruk op wereldse avonturen vinden we in de roman die wordt beschouwd als de beste Middel-Nederlandse Arterroman, de roman van Walewijn.